Camille Claudel. En lang geleden heb ik dat gelezen. En dat heeft mij toen zo geraakt. Ben ik te verstaan? Ja? Want wat is er nou mooier om zo de liefde te vinden, zo meegenomen te worden in de liefde, maar er ook zo aan kapot te gaan. Nou, de lockdown bracht mij tijd in eerste instantie. En toen vond ik, en ik had altijd al tegen onder andere Yvonne gezegd, ik ga hier een voorstelling van maken, Yvonne, en jij gaat hier meespelen. En toen heb ik 3 weken gehad in die eerste lockdown en daarna was ik aan het kijken op de computer. En toen ontdekte ik Karin Haanappel en dat is een kunsthistorica. En die gaf salon lezen. Toen dacht ik, wauw, over haar. En dat heb ik helemaal opgezogen. En eindelijk kreeg ik ook de tijd en de kans om te gaan studeren. En dus ik heb helemaal dat leven van haar opgevroten, zeg maar. Ik ben echt een francofiel. Ik wilde er ook naartoe. Dat kon niet, dus daar heb ik er weer helemaal verloren in haar. Daar begon het mee. Dat boek ligt ook altijd bij ons, ligt dat zichtbaar en lag zichtbaar. Waar ik ook naartoe verhuisd, ik ben heel vaak verhuisd, dat boek lag altijd in het zicht. Camille Claudel, een beeldhouwster, een Franse beeldhouwster, leefde van 1864 tot 1943. Zij was heel succesvol. In een tijd waarin beeldhouwen helemaal niet voor vrouwen was weggelegd. Maar zij wist, dit moet ik doen, zo klein als ze was. Meisje in Noord-Frankrijk, ten oosten van Parijs, op het platteland. En ik weet niet of je daar iets bij je voor kunt stellen, maar de lange, grote velden, niks te doen. Afstand was toen echt wel een ding, anders dan nu. De afstand was echt wel groter. En daar wilde zij beeldhouwster worden. Gesteund door haar vader is ze uiteindelijk ook in Frankrijk, in Parijs terechtgekomen. Werd zij heel succesvol. Zij kwam bij meester Rodin uiteindelijk terecht. En zij was gewoon veel beter dan Rodin. Veel beter. Zij heeft echt in marmer gehakt. En zij werd zijn maîtresse. Groot leeftijdsverschil. En uiteindelijk wilde zij, want in die tijd was je leerling bij een meester en in ateliers. En zij werkte zich te pletter voor Rodin en had weinig eigen tijd en tijd om zelfbeelden te maken. En toen op een gegeven moment, hij had ook nog een vrouw, hè? Rodin die had ook een vrouw, die is nooit getrouwd, had een vrouw en een kind. En zij werd zijn maîtresse zij werd zwanger, 2 keer. 2 keer het kind afgestaan en vroeg aan hem, wil je met me trouwen? Daar gaf hij geen antwoord op. Hij wilde vrij zijn. En toen heeft zij de relatie verbroken, daarmee zichzelf enorm moeilijk gemaakt. Want een vrouw in Parijs in die tijd, beeldhouwen, ja, dat was gedoemd. Zij stond er hartstikke alleen voor. Door alle omstandigheden is zij denk ik wel de weg kwijtgeraakt. En toen haar vader overleed, 3 dagen daarna is zij door haar broer opgepakt. Nee, haar broer heeft haar laten oppakken en is ze 30 jaar opgesloten in een psychiatrische instelling. Daar is ze ook gestorven. Vergeten door de wereld. Ik heb ooit een kat uit het asiel gehaald. Ze was mager. In haar haren zaten klitten en ze was bang, bang, bang. Ik herinner me nog dat ik door het asiel liep. Alle dieren maakten geluid, de honden, de kaviërs, de katten trokken mijn aandacht, behalve zij. Zij zat in een hoek van haar kooi en keek niet op. Die wil ik, zei ik tegen de medewerker en hij zuchtte zichtbaar, want ja, hij moest het beest uit de kooi krijgen. Waar eerst de kat tegenstribbelde, blies en haar nagels in de schouder en de nek van de medewerker stak, lag ze daarna poeslief op de achterbank van mijn auto. Ze wilde niet in een kooitje dat ik had meegebracht en dat begreep ik, want na zoveel jaren opsluiting moest ze niet meer in kooien of muffe ruimtes. Bij ons kreeg ze een nieuw leven. De warmte en de aandacht die ze verdiende.
En na collectief beraad binnen het gezin en het afwijzen van de namen Stipje en Pluis, noemden we haar Camille, naar de vrouw waar het hier vandaag om gaat. Camille Claudel, kunstenares, vrouw, beeldhouwster Française, psychiatrische patiënt, moeder, vriendin, zus, maîtresse, geniaal, geboren in een vreemde en verkeerde tijd, onbegrepen en opgeborgen. Zoals elk leven dat naverteld wordt, is het een kluwen aan waarheden, losse eindjes, onderhuidse spanningen, raadselachtigheden. Er zijn onverwachte wendingen en diepe, diepe teleurstellingen. Er zijn dingen die we helemaal niet kunnen weten en waarvoor wij de vrijheid hebben genomen om deze zelf invulling te verzinnen. Als ik luister naar een verhaal, spiegel ik dat aan wat ik ken. Probeer ik het te knopen aan losse eindjes van mijn eigen verhaal. Probeer ik het te begrijpen. Dit verhaal speelt zich af in een tijd die erg verschilt met die van ons. Vrouwen zijn het bezit van mannen en als ze dat niet zijn, kunnen ze zomaar op straat, wanneer ze onverhoeds een hoek omslaan, naar een net iets te donker steegje worden aangerand. Het is een tijd waarin Camille nachtenlang de stad doorliep om klei te zoeken. Een stad vol donkere steegjes. Het is een tijd die wij niet kennen, waarin zij wel degelijk stevig te pas zetten. De familie, zij woonde op het platteland en de familie vertrok naar Parijs. Niet omdat Camille beeldhouwster wilde worden, maar omdat de broer Paul Claudel, later grote schrijver en ambassadeur van Frankrijk, omdat papa wilde dat die broer een goede opvoeding kreeg, een goede studie kreeg. En het was de tijd waarin de wereldtentoonstellingen waren. Het was de tijd waarin heel Parijs op zijn kop lag. En Haussmann de grote boulevards en de stad weer reorganiseren. Het was een stad waarin zij later heel erg alleen was. En verder moest op een gegeven moment zonder de bescherming van haar vader. In 1913 wordt zij opgenomen buiten Parijs. En in 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. En al die mensen die boven in het noorden opgesloten zaten in instellingen, werden per trein in wagons, waar we wellicht allemaal een beeld van hebben, naar beneden, naar het zuiden, verbannen of getransporteerd, dat is het woord. Ook Camille Claudel. Het is een tijd waarin heel veel geschreven wordt en Camille schrijft aan haar broer Paul. Er was ook een contactverbod en Paul had afgesproken met de mensen van de instelling dat zij ook geen brieven mocht ontvangen. Dus, en het was ook nog eens oorlog. Dus zij zat daar ver weg, helemaal alleen en had alleen het schrift. En zat in een instelling met psychiatrische patiënten. En het is moeilijk, Paul, lieve Paul, het is moeilijk om me te concentreren in deze voortdurende stroom van lawaai, deze kou en deze onveiligheid. Dit is een huis van tikkende tijdbommen. Ze pulseren traag en onheilspellend. Elke dag gaat er wel eentje de lucht in. De mensen draaien door hier en in een explosie gaat er van alles om hen heen ten onder. Alle onschuldige theekopjes die toevallig in de buurt stonden, alle nietsvermoedende bedden, kastdeuren of boeken. Daarom is het hier bij voorbaat leeg en hol. Alles is van steen en ijskoud. Tik, tik, tik. Het klinkt als een klok, een hakbel in marmer. Tak, tak, tak. Het geluid dat me vroeger zo eigen was dat het klonk als mijn eigen hartslag. Tak, tak, tak. Maar nu maakt het me alleen maar bang. Het is eng om geen regie te hebben over de ruimte waarin je bent. Het is griezelig om niet te kunnen bepalen wat er met je gebeurt. Lieve Paul, wanneer kom je nog eens op bezoek? Waarom komt er nooit iemand? Waarom hebben jullie niet gezegd dat papa is gestorven? Het is vast de Rodin dat ik hier zeg. Heb jij nog contact met hem gehad? Ja, het is een samenzwering om mij klein te houden, om er zeker van te zijn dat ik in de kunsten niet beter word dan hij. Mijn vader is dood.
Hij stierf enkele dagen voordat ik hier opgenomen werd. Dat ben ik pas later te weten gekomen. Ik heb geen afscheid kunnen nemen. Mijn vader was liefdevol en streng, maar hij steunde mij altijd. Misschien heb ik hem wel teleurgesteld door niet de kunstenares te zijn die ik had moeten worden. In de band met mijn moeder, die is er niet. Voordat ik er was, kreeg ze een zoon, Charles-Henri. Die stierf na 2 weken. Ik had een zoon moeten zijn, maar dat ben ik niet. Ik had een deftige baan moeten hebben, maar die heb ik niet. Ik had een geschikte man moeten hebben. Maar daarentegen werd ik de maîtresse van een man die mijn vader kon zijn. Paul Claudel die bezoekt haar in 30 jaar 7 keer. Voor mij blijft over deze muren, dit gebouw, solitude. Al 25 jaar ben ik volledig op mezelf aangewezen. Niemand raakt mij aan. Ik bereik niemand. Ja, heel soms een brief van Paul, minder vaak een van mama van Louise. Verder niemand. Ik zit hier, hoor het schreeuwen van de andere patiënten en nog verder weg het krijsen van de meeuwen en de rivier. Ik ruik de lavendelvelden en de droge aarde, gebakken door de felle zon van Zuid-Frankrijk. En elke ochtend wekt de zuster mij en voel ik dat mijn hart nog klopt, dat mijn ademhaling nog op en neer gaat. Ik sleep mijn houten stoel achter mij aan, de tuin in. Ga zitten. De zon loopt als een likverf over mijn gezicht en de wind blaast langs mijn oren. Ik sluit mijn ogen. En ik denk aan de grootste plannen die ik had. Ik zou de wereld wat laten zien. Ik zou iets teweeg brengen. Als een vuurtoren zou ik de schijnwerpers op bepaalde stukken van de wereld laten rusten. Ik zou de mensen bewust maken van een bepaald soort emotionaliteit. De kleine persoonlijke drama's die zich in mensenleven afspelen. En dan denk ik aan de nacht waarop de deur van mijn atelier werd gebonsd en enkele verplegers binnenkwamen. Ik verzette me, werd daarop in een laken gewikkeld. Als een Persisch tapijt werd ik door het raam naar buiten gedragen, het busje in. Daar denk ik allemaal aan, tot ik mijn ogen open en ze zich door het felle zonlicht traag scherp stellen op het gebouw dat voor me omhoog reist. En langzaam dringt het tot mij door. Ik zit nog steeds in het gesticht, een gevangenis waarin ik zit, schrijf en wacht. Camille Claudel sterft in 1943, alleen. Geen graf, geen naam, alleen een nummer. 392. Haar standbeeld op het plein zal een herinnering zijn. Niet aan iets uit het verleden, iets van ver weg, maar aan iets wat nog steeds gaande is. Orde van de dag. De vele vrouwen die nog steeds benadeeld worden. De mensen met abnormaal gedrag die nog altijd weggezet worden als gek. Een angst voor het anders zijn die nog met regelmaat aan de oppervlakte komt. Haar standbeeld zal ons eraan doen denken dat we kritisch mogen kijken. Dat we mogen stampvoeten als zij, doorzetten zoals zij en blijven schrijven, blijven maken, opnieuw, opnieuw. En opnieuw. Dank u.